Kom op! Jongens! Hey! Epic mod. Wow, what the fuck? Holy shit! Wat is dit? Dit is een heel gat en ik zie wel een kist hier staan. Zullen we eens kijken? Ik wil sowieso eens even weten wat in die kist zit. En okay. Zie je dat daaronder? Wacht, ik zag er zelfs een naam van iemand. Ik zag ook even een naam van mij. Wie de fuck is... Nou, we kijken dus direct wel even. Ik wil eens even weten wat er in die kist zit. Ja. Hey, Manik! Wat is dit dan? Een frequency module? We kunnen dus zo direct dingen horen! Carousel, ja, we kunnen geluiden, oké. Okay. Even kijken, hoe doen we deze aan? En dan doen we deze hier zo en... Ja, ik heb die voor mij aan. Ik heb hem ook op. Nice, oké, okay, let's go. Het ziet er echt raar uit. Oké. Okay. Wow. The fuck is dit? Jongens! Wow. Hey! Joris! Wat? Hey! Ja. Hoe kom jij hier What achter the hell? Te zitten? Oh. Ik ben zo blij om jullie te zien. Dat kan ik best begrijpen. Het is er een beetje... Je weet niet hoe lang ik hier al zit. Hoe lang zit je hier al, Joris? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Oké, maar wat de fuck is er gebeurd, man? Ik ging naar de maan, want ik wist dat jullie naar de maan gingen en ik wilde gewoon eerder op de maan zijn. Ja, you know me, je kent mij. Ja, ik wilde ook weten of de maan van kaas gemaakt was. Dat was altijd wel een droom van mij geweest, gewoon... Kaas, ik hou van kaas. Jullie weten dat ik van kaas hou. Ja. En ja, ik kwam bij een huisje, een dorpje. En er stond een bord neer dat ik iemand moest zoeken, helpen. Iemand wilde helpen en toen was ik hier. Toen was je hier, maar... Oké, okay, maar wacht. Blackout, ik weet niks meer van wat er tussen is gebeurd. Oh. Ik werd neergemapt of whatever. Ik was gewoon blackout en ik werd hier wakker. That's it. Fuck, man. Oké, dus... Je hebt ook geen items meer voor de rest of whatever? Ik zie dat je toortjes bij hebt. Ik heb deze toortjes bij me. En ik heb gewoon... Ik heb twee heavy oxygen tanks bij me. Mm-hmm. Die had ik gewoon nog bij me. Zo, ook mijn armor en zo. Dus ze hebben eigenlijk niks afgenomen. En ik had blokken of kaas. Gewoon lekker kaas bij me. Is dat ook nog een meer kaas of zo? Of, Nou, tenminste nog iets positiefs. Ja, wel meer kaas. Ik ben niet gehoord of zo. Dus ik snap de hele... Het hele ding niet. Waarom ik hier zit, ik weet het niet. maar hoe krijgen we hem hier Joris, uit? Ik vraag me even iets af, hè. Is het Gouda kaas? Ik zou het eigenlijk niet weten. Het is gewoon kaas. Het is kaas. Oké, maar wacht. Block of cheese. Wat we net al opviel is dat hier een kist stond. Oh. Gewoon een mooie kist. Wacht, laten we eens even die spinnenwebben weghakken. Ja. Mag ik kijken, Warnick? Kijk jij maar eerst, ja. Ik kijk... Nee. Oké, wacht. Oh. Wat is het? Oh, hier zit fucking veel TNT in. En een zwaard? Wat? En een fucking zwaard? Oké, ik pak zwaard. En redstone torch. Jongens, ik zou zeggen, blaas het op. Blaas mijn muur op of zo. Dit komt wel goed. Ik weg kan. Jongens, je hebt al geen zwaard bij of zo? Nee, dat heb ik niet bij me. Dat hebben ze wel afgenomen dan. Nou, maar gewoon kaas en zo. Ja, ik denk gewoon, als ik een beetje naar achter ga. What the fuck? Ik weet niet of dit al veilig is eigenlijk. Dit is don't try this at home, laten we het zo zeggen. Wait, jongens. Ja? Yeah? Misschien als ik mijn kaas ervoor zet, dan. Goed komt. Oké, ik ga het aansteken. Ja. Ja, Joris? Ja, kom maar op. Oké, wacht. Oké, pas op. Oké. Ah! Gaat ie, joh? Nee, hij is niet vrij. Hey, maar wacht. Nee. Hey, wacht. Wat? Wacht. Dit? Joris. Huh? Er is een geheime gang. Joris. Wat? Er was een geheime gang. Wat? Ja, wist ik veel. Wist niet dat daar was. Dus je zit hier al super lang. Yes. En dat was gewoon een geheime gang, man. Ja, maar ik kon daar niet door. Die was dicht. Was die dicht? Die ging net open. Jullie hebben hem net al opengeblazen. Nou, jongens. Hoe voelt het nou dat je eigenlijk weet... dat je hier een super lange tijd zit... en eigenlijk weet dat je hier eerder weg kon? Nou ja, hoe moest ik hier wegkomen? Ga mij zeggen hoe ik deze geheime gang had op kunnen blazen of zo zonder TNT. Maar volgens mij zijn deze deurtjes, moet je kijken, hè. Ik heb er nou eentje vast. Die kan ik hier neerzetten. En doe eens recht een muisknop hierop. Maar was dat hier ook? Ja. Was dat ook hier? Ja. Was die andere misschien niet zo'n iron door dat hij niet doorheen kan? Oké, dat had nog wel gekund. Ja. Maar anyway, Joris. Ja? Waar zijn we nu? Ja. Vraag het mij, Ik ben ook niet zoveel. We zitten hier nou op dit moment vast, want ik ga ervan uit. Ja, ik heb kaas, maar... Oké, luister. Mij lijkt het meest logische wat hier kan gebeuren. Ik heb nog meer TNT. Laten we gewoon meer van deze shit hier opblazen. Ja. Oh, wat?
Yep. Niks opblazen. Oh, zit niks gewoon... opblazen. Ik denk zo van, laat ik nou even overal gaan proberen te kijken of er een wat een deur is. Geweldig. Maar jij hebt trouwens die torches. Ik heb inderdaad torches. Die moet je hier gewoon even neerzetten, dat er geen mobs kunnen spawnen. Ja, ik heb geen idee. Dat zijn normale torches, maar die werken hier schijnbaar niet. Die zijn uit. Het zijn galactic torches, maar die zijn uit ofzo. Ik heb no clue. Die werken gewoon niet hier. Moeten jullie deze hebben, deze torches? Geef ze maar een mining, dan kan mining de weg leiden. Als jij een beetje achter ons aanloopt, dan komt het wel goed. Maar dan kijk uit, ze vliegen alle kanten. Oh, nee! Ik ben helemaal kapot. Oké, ik heb er heel veel. Oké, dan komt het wel goed. Oké, ik heb er genoeg. Yes, let's do this. Weet je überhaupt of een plek het is, Joris? Dat weet ik niet. Wat? Nee. Kijk hierachter dan. Het lijkt een dungeon of... Het is een spin? Het is een dungeon. Oh! Holy shit, kijk uit! Hij heeft een fuel tank op zijn rug. Oké, hij is dood, hij is dood. Oh, daar komt een zombie. Een evolved zombie. Hij heeft ook een fuel tank. Maar we hebben ze allemaal een fuel tank. Word ik nou die zombie of niet? Nee, ik word de zombie. Oké, wat is... Oh, hier zijn spawners, hier zijn spawners. Heeft er iemand een pickaxe of zo? Ah, fuck. Die spinnen we hebben! Rot op! Spot. Pas op, als je dood gaat, snel naar achter gaan. Nee, ik kom goed, joh. Hij doet geen damage. Oké. Jongens, als jullie iets moeten eten, ik heb kaas. Ik heb kebab. Kebab kaas over kaas. Nee, jongen. Kebab over kaas, sowieso. Wait, let's go. Jongens, kom. Wat voor zwaard heb je nou eigenlijk? Ik heb een gamsword. Zat die in die kist? Dat was mijn zwaard. Die zat blijkbaar in die kist. Nou, kijk, vriendelijk van die mensen. Ja, die wow, wat is dit dan? Zie je dat hier? Wat? What the fuck? What the fuck is dat? Huh? Die zit hieronder. Oh, dat is een, het is een head. Ik denk al, what the fuck is dit? Oh, wat, het is een skeleton. Maken. Een zombie. Maak hem dood met je coole zwaard. Vast. Yes. Oh, nee. Huh? Nou is er iemand hier een zombie. Alweer, ik word de hele tijd een zombie. Wie is dit? Het zijn trouwens geen normale zombies, maar evolved zombies, hè? Ja, geëvolueerde zombies. En nou, maanzombies. Moonzombies. Oké, hier is echt een hele spinnenparty. Oké. Gezellig. Dood! Just die, motherfuckers! Oh, nee, creepers! Creepers! Nee, en dan hier mag ik... Weg. Oké. Oh, wat is dat? Hij heeft een kalkoen op zijn hoofd! Hij heeft een kalkoen! Vermoord hem! Hey, ik heb de turkey head. Wacht, ik wil ook een kalkoen op mijn hoofd. Oh, hier spannen gewoon zombies. Zit hier nog spannen in de buurt? What the fuck, dat ding wil levens? Jezus. Holy shit, man. Nou ben jij de zombie. Oh, je bent gekloot. Oh nee, we hebben er nog één. Nee! Ik ben een sabeltandtijger. Wacht, ik doe even mijn turkey hat op, die is leuk. Mijn sabeltandcase. Hallo. Oh, je zwevende tijger. Even kijken hoor. Of een brachiosaurus kan ik ook worden, maar dat doe maar niet. Even kijken, even teruggaan. Ik kan ook iets heel groots worden. Ik ook. Hé, die boom! Nee, niet die Joris. Ik weet welke jij doet. Doe niet, Joris. Ik heb even een babje gegeten. Ik kan het niet laten, natuurlijk. De verleiding is groot om de T-Rex te worden. Maar doe maar, kom, we gaan verder. Die T-Rex zijn trouwens echt super moeilijk te vermoorden. Ja. Kijk, man, ik leid de weg nog steeds, maar een beetje torches plaatsen. Kijk, ik ga even mezelf worden. Ik heb nog maar 5 torches, dus... Ik zie hier een kist. Wat? Kijk uit. Watch out. Pas op, daar, creeper! Pak de creeper. Pak hem. Oké, zal ik in de kist gaan kijken? Ja, oké, wat dan zit erin? Een white stone. Brood. Gunpowder. Saddle. Dragon Egg, Whitestone. Boek. Ja, Joris, dat is een boek. Goed zo. Kan je dat lezen, het boek? Even... Draka is van mij, jongens. Pak eens kijken. Zal ik het boek eens even voorlezen? Hij gaat er wat door. Jongens, ik ga het boek even voorlezen. Het is even allemaal stil. Of tenminste, het is een boek en quill. Ik heb geen idee of er iets in geschreven is voor de rest. Nou, ik hoop. Oké. Oh, hey, er staat wat in geschreven. Mijn vader zei altijd... Oh, nee, er vallen allemaal blikken. Oh, nee. Kut. Mijn desperado's viel. Nou, doe desperado's. Maar ik moet even het boek voorlezen, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Mijn vader zei altijd, bij het grote skelet zul je te weten komen waar jij thuis is. Helaas, als je dit leest, ben ik dood gegaan. Je zou mij een plezier doen als je toch de mensen van mijn thuisplek wilt vertellen dat ik de moeite heb gedaan. Punt. Gesigneerd door De Ferra, met 2 F'en. Ik moet nog lezen of geloven we het wel? Ik
Wie is de mol? Nee, ik wie is de mol, ja. Dat is echt zo'n typisch wie is de mol dingetje. Oh, wie heeft alle shit meegenomen? Wat denk je? Ja. Joris. Oh, er staat allemaal kaas voor. Ik dacht, ik wees even slim. Hé, maar luister. Joris. Kaas voor de deur, ja? Ken jij die persoon de Verra, of heb je geen idee wie het is? De Verra? Hoe schrijf je dat? Geef me dat boekjes. Dan wil ik eens zien hoe je dat schrijft. Boek. Wow. Het boek vliegt natuurlijk. Oh. Oké, mijn vader zei de Verra. Nee. No clue? Never. Heb jij hier nog aparte dingen hier tegengekomen in deze dungeon? Dit hier. Ik weet niet eens of het een dungeon is. Oké, wacht. Hij zit op mij. Laten we gewoon verder gaan. Mooie stoelseks, maar... Let's continue. Kom er ook bij, Kees. Oh, natuurlijk. Ja, kom er ook bij. Kom er ook bij. Dit is wel intens. Hey, what's up? Moet je je voorstellen dat er straks een creeper hier komt of zo. En dan, what the fuck? Nee, maar daarom heb ik dus die... die kaas ervoor gezet. Let's go, motherfuckers! Burn! Nou, dacht je de kaas. Jongens, als je de eten wil, pak de kaas. Ik heb geen toortjes meer, dus iemand moet even toortjes plaatsen. Ik heb toortjes! Hoeveel toortjes heb je nog? Genoeg! 26, 25. Oh, kut! Let's do this. Evolve skeleton. Hebben jullie de dingen daar kapot gemaakt? Want ik heb even mijn pickaxe niet bij. Nee, ja, ik heb hem wel, maar... Wacht even, pickaxe even op mijn dingetje zetten. Nou, dat is wel een mooi boek. Ik zou hem kopen. Ja, zeker een mooi boek. Holy shit! Wat? Dit wat is daar, daar? Hier is verder dungeon. Maar het is voor de rest niet heel interessant. Mij gaat het meer om wat de fuck hier te doen is. Waarom staat hier een iron bar? What? Oh, kut! Pas op! De zombie! Die volgt skeleton! Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Oh, god! Oké, okay, laten we vermoorden! Let's kill him! Yes, hij is dood! Oh, die tering! Wat doet hij? Hij loopt de lava in! Wat gebeurt hier? Ik ben een beetje dood! Oh, die shit! Hier, een sleutel! Kijk! Pak de sleutel! Heb jij een sleutel? Nee, ik heb hem niet. Wie heeft hem? Is hij niet in de lava gevallen? Wat verdomme. Iemand heeft hem toch opgepakt? Ik zag hem naar iemand toe vliegen. Jongens, ja, ik ook. Volgens mij heb jij hem hoor. Nee, ik heb hem niet. Maar dit lijkt op Zelda. Zullen we eens kijken wat hier verder staat? Want misschien heeft iemand hem gewoon in zijn hand of zo. Ik heb een yellow heart. Ik heb wel een... Holy shit, wat is die sleutel klein? In je inventory. Nee, echt like serieus. Laat het me zien in je hand. Zo sta, zie ik hem niet. Holy tering! Hij was net super groot! Hij leek net echt inderdaad super groot en nu is hij inderdaad mega klein. Kan je hem neerzetten of neergooien? Dat kan je van mij een M16. Dan lijkt hij super groot, maar als je hem vast hebt ook, het ziet er super raar uit. Het ziet er echt als een geweer uit of zo. Doedoe! P90. Jongens, vinden jullie het goed als ik even hier kaas neerzet? Ja. Als ik hier dit even barricadeer met kaas. Ik heb een levensvoorraad aan kaas bij me. Nice. Als jij trouwens even wat eten wil, hier heb je kaas. Eet je net zoals taart. Oh, lekker. Ik heb geen eten nodig. Hey, maar jongens, mij is al verteld, hè. Luister. Als ik dan die kaas, als je hem opblaast, ja, dan wordt het van die cheesy bites. Hebben we zo'n cheesy bites? Ja, nee, dat schijnt toch lekker te zijn. Heeft iemand toevallig nog een redstone torch bij? Jongens, je hebt er een. Nice. Oké, weg! Let's see. Nou, holy shit! Waar zijn de cheesy bites? Ik heb kaaspasta. Oh, nee. Heb je kaaspasta? Ik heb kaaspasta. Kaaspasta. Wil jij kaaspasta? Want dan krijg je wat kaaspasta. Ik wil eigenlijk best wel wat kaaspasta. Wil jij een paintbrush? Je krijgt de paintbrush. Nou, dan krijg ik een thanks. Wow, cheesepasta. Vriendelijk tegen elkaar. Dit lijkt me best wel lekker, to be honest. Maar hey, let's continue, guys. Okay, let's go. Okay, Mark, wacht even, jongens. Wacht even hier. Mark, even de torches. Hey, je bent me nooit, hè. We moeten wel even de gang een beetje goed lichten. Ja, kom op, pak op. Ja, oké, ik heb ze. Yes. Okay, lichte gang. Oh, wat? Holy shit. Een fucking rode kist?